Melipoku Siko, wat ook kans is voor Millie's Muziekschool, organiseert na de paasvakantie een muziekinstuif. Mildred Aloyna, de eigenaar van de school, zegt dat ze kinderen muziek zal leren maken op verschillende muziekinstrumenten. Paasvakantie hebben we een activiteit in de planning. We gaan een muziekinstuif houden. Dat is een activiteit waarbij we met kinderen uit verschillende buurten en scholen bij elkaar zullen komen, 5 dagen lang. En in die 5 dagen gaan we een aantal uren met ze bezig zijn. Waarbij we ze samen gaan leren musiceren. We gaan makkelijke Surinaamse liedjes leren, makkelijke liedjes die iedereen kent. En op de verschillende instrumenten natuurlijk. En aan het eind van de week gaan we de beste kinderen eruit kiezen. Nou, laat me niet zeggen de beste, gaan we kinderen eruit kiezen. En die kinderen mogen dan bij ons op de muziekschool een CD opnemen. Aloyna zegt dat kinderen door middel van muziek reeds vroeg kunnen leren om samen te werken. Daarom zal zij de kinderen op de muziekinstuif samen laten musiceren. Een van de belangrijkste dingen die we doen is bandcoaching, waarbij we kinderen al op een heel jonge leeftijd leren om samen te spelen, samen te musiceren. Het is belangrijk dat als kinderen een instrument leren bespelen, dat ze ook weten hoe ze met anderen moeten spelen. En het is niet alleen dat muziek belangrijk is voor zeg maar enjoyment van je leven en zo, maar muziek helpt kinderen ook op school, omdat je gewoon tegelijkertijd zoveel delen van je hersenen gebruikt. En door die bandcoaching lessen leren we ze om zich te concentreren op hun eigen instrument, maar ook tegelijkertijd te luisteren naar die andere bandleden. I like the daffodils, I like the mountains, I like the green hills, I like the firestone, I like to walk alone, do-waka, 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 Aloyna streeft ernaar om 100 kinderen op de instuif te krijgen. De muziekinstuif zal worden gehouden in het Centro Andres Bello op de hoek van de Fred Derbystraat en de Brumastraat.